Via Cultura presenteert Het Zwarte Gat. Hoe gaat het met de muzikanten, de podiumkunsten en de theaters in deze coronatijd? Maarten Wijk praat met mensen uit de cultuursector om te doorgronden wat deze lastige tijd voor hen betekent. Welkom Zwijndrecht, welkom Papendrecht, welkom Dordrecht, welkom de Drechtsteden. Het eerste uur hebben we gepraat met de podiumbeesten, met toneelspelers. Die hebben verteld over hoe ze met deze tijd omgaan, hoe moeilijk dat eigenlijk is. En ze hebben wat aangegeven wat ze in de toekomst in ieder geval hopen te kunnen gaan doen. Ook podiumartiesten zijn natuurlijk muzikanten. Maar die hebben soms hele andere podia en misschien ook wel hun eigen problematiek. Een paar mensen uitgenodigd om daar eens over te praten. Uiteenlopend, Tom Pluimert. Mensen kennen het misschien wel. Al die mensen die ooit op de vrijdagavond in de jazzshows waren in Dordrecht. Die zagen hem eens per maand de jam-sessies leiden op een ongelooflijk enthousiasmerende manier. Alice van Dijk, violiste in het klassieke muziekwereld dus, organisator van ook kamerconcerten. Ze geeft les als zangles en vioolles, zit dus echt diep in die muziek, diep in de klassieke muziek. En dan hebben we Bart Kuns, popcentrale Bibelot, programmeert daar alle bandjes. Daarbij is hij ook zelf muzikant en weet dus verschrikkelijk goed wat er misschien in muzikanten omgaat, ook bij hemzelf. Maar eerst eens even Tom. Dag Maarten. Als ik een jaar terug ga in de tijd, het lijkt een eeuwigheid, is het eerste wat me in me opkomt, 3, 4 leffe blonds, een plafond waar de zweetdruppels van afdruppelden, stampvol zaaltje, Tom Pluimert achter het Hammondorgel, mensen aan te moedigen, kom op het podium, kom meespelen. Elke maand kwamen daar weer heel veel muzikanten op af die er zo verschrikkelijk veel plezier in hadden. Weg. Dat maar vertel eerst eens over die mooie tijd. Ja, dat is weg. Ja, dat was een prachtige tijd natuurlijk. Ik heb dat 14 jaar gedaan en vele muzikanten gezien die kwamen improviseren, de blues. En ik heb dat mogen begeleiden al die jaren en indelen. Je kent dat wel. Ja. En daar heb ik heel veel van geleerd en heel veel plezier aan gehad. En alle mensen die er waren ook iedere keer een feestje dus. Ja. Daarnaast had je je eigen bandje. Ja. Ook de Hammond, zingen, toeren in de regio. In de regio inderdaad. En zij ook weer steeds in die zaaltjes met allemaal mensen joelen, meeblaren. Meeblaren en noem maar op, dat is natuurlijk allemaal weggevallen. En, ja, daar heb ik veel gedaan. Vanaf mijn 18e speel ik in bandjes op allerlei feesten, partijen en later had meer de kroegen, omdat het rock blues werd. Ja. En, nu doe je het als hobby, hè? Ja. Dus je bent er niet echt financieel van afhankelijk dat dit allemaal niet doorgaat. Nee, maar, dat gelukje heb ik nu, ja. Maar het is wel je liefhebberij. Is het ook echt zo dat het helemaal in je ziel zit? Dat je bij wijze van spreken de hele week al met die vrijdag bezig bent? Of was dan, moet ik zeggen, natuurlijk. Absoluut, ja. Ja. Daar was ik zeker mee bezig. Daar werd je heel opgeladen en dan moest dat eruit komen op vrijdag of op zaterdag. Waarin je moest spelen. Dus dat was, daar ben ik heel mijn leven mee bezig geweest inderdaad. Vanaf mijn 18e ongeveer. Ja. Een heel ander genre, toch? Viool, klassieke muziek, Alice van Dijk. Ja, nou, ik speel ook wel eens klezmer en ik hou van alle genres, zeg maar, van muziek. Maar een jaar geleden... Mijn specialiteit is klassieke muziek. Ja, een jaar geleden terug in de tijd. Wat deed je toen allemaal? Ja. Wat deed ik een jaar geleden? Ja, met je viool en met je zanglessen. Vertel daar eens iets over. Hoe zag zo'n week eruit? Ja, ik ben altijd blij om verschillende dingen te doen. Dus ik heb altijd vioolles gegeven. En ik geef concerten zowel als zangeres en viool. En dat is dus wel interessant. En om te programmeren ook. Ik was heel druk met programma's maken, met lesgeven. Ook op de scholen van Leerorkest Drechtsteden. En dus ik had het vrij druk. En ik zat te denken ook over mijn concertserie in Trinitatiskapel in Dordrecht. Om het vanaf 2021 misschien wat rustiger aan te doen.
Maar ja, dus nu werden we noodgedwongen. Ja, het werd stilgezet vanaf maart. Maar ik probeerde mijn best om toch door te gaan. En dat is gelukkig gelukt voor de concertserie. In elk geval wat maandelijks in de Trinitaatskapel gebeurt. Ja, daar komen we zo meteen op terug. Maar als ik het goed begrijp, het is muziek is je vak. Ja. Je verdient er je boterham mee. En je bent er gewoon 40 uur of meer nog per week mee bezig geweest toen. Ook als remplaçant in orkesten, wat volledig wegviel. Dat was al heel snel duidelijk. Dat ging gewoon niet door. Dus ja, dat is dan wel even... Slikken. Ja. Bewaar dat. Daar gaan we zo meteen over hebben. Ik wil echt weten waar dat, wat dat voor je emotie, voor je gevoel betekent. Ja, Bart. Je bent zelf muzikant. Klopt. Maar je hebt heel veel met bandjes te maken in de popcentrale, waar onder meer de oefenruimtes zijn voor amateurbandjes met name. En dan de programmering van de acts in de popcentrale en in poppodium Bibelo. Ja. Dat is ook gewoon een fulltime baan. Ja, inmiddels wel, als je dat bij elkaar optelt, zeker. Dus ja, eigenlijk sinds kort pas gaan programmeren voor de popcentrale, omdat ik nu een functie overneem. Maar inderdaad, eigenlijk gewoon elke dag met muziek bezig. Als ik het niet zelf maak, dan is het gewoon mijn werk. En dan ben ik bezig met bandjes programmeren, conceptjes uitdenken. En gewoon toffe muziek neerzetten eigenlijk. En een podium geven. Wat maakt het zo verschrikkelijk leuk? Met name in dat gebouw, het energiehuis, de popcentrale, die prachtige kelder. De hele dag in contact te zijn met enthousiaste muzikanten. Ja, dat is het inderdaad. Het is echt wel, zeker in de kelder, in de popstraal, echt een broedplaats voor muzikanten. Dus omdat iedereen daar repeteert, ook al muziek opneemt en op het podium ook gewoon dingen uitprobeert. Je komt iedereen bij elkaar, gewoon bij elkaar kijken of je komt per ongeluk zeg maar iemand tegen. En volgens mij ben ik ook zo jou wel een beetje tegengekomen dat we ineens bij elkaar mogen zitten om in een band te spelen, weet je wel. Ja. Dus dat is tof wat daar gebeurt. En dat is ook allemaal wat er in dat hele pand gebeurt in het energiehuis. Want je bent aan het ontwikkelen en op een gegeven moment ga je op steeds grotere podia spelen. En al die grotere, verschillende grote podia zijn er ook allemaal in het energiehuis. En ik kan nu, ik zit nu op posities dat ik dat allebei een beetje kan bekijken. Ook vanaf de achterkant. Dus vanuit de popcentrale met het wat kleinere podium en het echte ontwikkelproces. En Bibelo wat gewoon groter en professioneler is en grotere artiesten heeft. Daar word ik heel gelukkig van, om dat van kleine artiesten tot grote artiesten allemaal te zien. Ja, en natuurlijk het hangen aan de bar, niet per se, maar ik bedoel, gewoon de hele dag dat lekker lullen over muziek en jemig. Ja, dat is leuk, dat is ook, toch? Dat was die persconferentie van Mark Rutte op 15 maart ook wel even slikken, kan ik me voorstellen. Ja. Bewaar dat. Ja, is goed. Gerard. Ja, nou hoor je het, hè? Ja, jij bent muzikant, singer-songwriter. Je zei net, eigenlijk gelukkig dat ik met mijn gitaartje eigenlijk gewoon de wei in kan, de straat in kan en zingen. Ton met zijn zware Hammond-orgel kan dat niet. Nee, Bart, die alleen maar in drukke zalen met al die muzikanten bezig is, kan dat ook niet. Alisa, die dat wil doen, ook niet meer. Nee, en dat is toch anders. Als je daarvan moet leven, dan is het natuurlijk helemaal erg. Ja. Weet je wel, nu is het... en ik denk dat het voor alle muzikanten geldt... Ja, dat je gewoon heel erg je publiek mist. Want daar doe je het ook eigenlijk allemaal voor. Is dat zo, Tom? Ja. Eigenlijk stiekem alleen maar voor het publiek. Absoluut zo. Ja. Aandacht. En maar ook het feestje wat je met z'n allen hebt. Hè? Dat is eigenlijk nog veel belangrijker, maar dat mis je enorm. Er is niks fijners als een band die aan het spelen is, die goed draait. En er komt een bepaalde swoem in de zaal. Dat gebeurt met tijd en wijle. Dat gebeurt niet altijd. Maar als dan een band in vorm is en de zaal raakt in vorm, dat is het mooiste feestje wat je kan hebben. En dan vallen de muren weg. Dat mis je zeker. En dat is ook het effect van een volle bak. Van een volle bak, inderdaad. Een volle bak is heel anders een concert dan dat mensen nu op afstand zitten. Is dat voor klassieke muziek, voor die huiskamerconcerten heet dat eigenlijk, hè, wat je in Trinitatis Kapel doet? Nou, er kunnen ongeveer 150 man in. Dus dat is, het is een kleinere kerk, maar ja.
hetzelfde idee. Je krijgt er energie van natuurlijk. En met het napraten en gewoon interactie met mensen, ja, dan krijg je meer creatieve, ja, dan dat je voor 3 mensen of 30 nu. Maar wat ik ook miste, is het momentum wat je hebt als artiest. Zullen ook wel de podium de gasten voor in het vorige uur hebben genoemd. Ik miste het begin even, maar dat je draait eigenlijk van het ene concert naar het volgende concert. En dat plannen, zeg maar, als je niet die maatregelen die wisselen om de week of wat dan ook, ja, dan is dat momentum van binnen ook soms eventjes, ja, en ook in maart, omdat ik ook zing. En ja, dat kan me voorstellen als je op toneel staat ook hebt, dat geestelijk eigenlijk je best wel impact heeft. Dus ik kon niet zingen voor 5 maanden of zo. Ik ging ook verdiepen in die maatregelen. En ik persoonlijk vind ze niet terecht. Maar goed, anderen wel. En daar zijn we hier waarschijnlijk niet vanavond voor om over te praten. Maar dat maakte me heel onrustig en gefrustreerd. Nee. Ja, dat is wat. Nou ja, ik ben ook nieuwsgierig. Ben je niet bang dat je ook de techniek een beetje kwijtraakt omdat je oefening niet nou, hebt? Nou nee, ik heb 2 masters van conservatoria. Dat gaat niet lukken. Dat gaat niet lukken. maar misschien die techniek, de momenten bedoel ik mee. Dat je dus ook uitziet naar het volgende, weet je wel, en met wie je gaat samenwerken en ja, wat je weer gaat. En nu is het niet, niks is zeker. En je hebt toch wel wat zekerheid nodig, ook als kunstenaar. Ja. Ja. Bart, reageer daar zo meteen eens op, maar eerst Gerard, Laurens, ja, minstreel van dienst. Oké. Doe eens een liedje, beur ons wat op. Mijn gitaar. Als ik niet meer slaap en niet meer eet en het antwoord niet meer weet, het liefst alles vergeet. Mijn verstand in conflict met mijn gevoel, geen richting en geen doel, begrijp jij niet wat ik bedoel? Vraag ik jou hoe jij het ziet, maar je antwoordt niet. Gezellig eindigt altijd in gezeur en weer een dichte deur, steeds stel je me teleur. En dat ik hardop in mezelf praat, omdat jij me lullen laat, communiceren niet meer gaat. Waarom moet het altijd zoals jij het wil? Maar dan blijft het stil. Je houdt van mij, maar ben je dan zo blind? Ben ik de enige die vindt dat niets ons nog verbindt? Je was gretig en gul, maar met de graadmeter op 0 vind ik mezelf een lul. Hou je nog van mij? Nou, hou je nog van mij? Nou, dan kijk jij opzij. Slapen niet meer eet en het antwoord niet meer weet, het liefst alles vergeet. Dan is mijn allerverreste vriend altijd bereid, heeft altijd tijd. Mijn allerbeste vriend, ja dat is waar, dat is mijn gitaar. Slapen niet meer eet, dan wordt niet meer weet, het liefst alles vergeet. Dankzij hem dat ik weer slaap en eet, en het antwoord nu wel weet,
jou het liefst maar snel vergeet. Lief, dank u wel. Het liefste vergeten was je laatste zin. Ja, het allerliefst vergeten, ja. Nou, deze periode die zullen we in ieder geval nooit vergeten. Nee, dat is zeker. Ik hoop uiteindelijk dat de periode niet zo lang duurt dat we niet meer weten wat er ooit voor was. Daar hebben we net voor Gerards liedje wat bij stilgestaan. Bart, 15 maart, je komt op je werk, energiehuis, leeg. Ja, het zat op, ja, bij mij, in mijn situatie zat net even wat anders, want ik zat aan de andere kant van de wereld toen dat gebeurde. Oh. Ik zat toen in Australië en dat was sowieso heel surrealistisch om dat zo mee te maken, het begin van een pandemie. Maar toen ik terugkwam was het wel echt heel anders. Toen ik wegging was er eigenlijk nog niet zo heel van dat. En toen had ik daar gewoon een hele fijne vakantie en ik zat er met mijn vriendin. En op een gegeven moment zagen we alle berichten wel vanaf Nederland komen. En daar was het eigenlijk heel anders nog. Daar was helemaal nog niet zoveel aan de hand. En dus toen kwam je terug, het was een soort wasteland, zeg maar, waar je terecht kwam. Dat was wel heel, heel gek. Was het energiehuis was leeg, niemand mocht meer daar zijn, überhaupt. Mensen moesten allemaal thuis werken. Oefenruimtes waren dicht. Dus toen met de popcentrale waren we toen ineens een soort van online platform geworden. Kennis delen, livestreams doen van artiesten, een soort van tutorials maken en eigenlijk gewoon ja, de kennis die je hebt als muzikant gewoon overdragen. En met Bibelo zijn we op een gegeven moment een programma gaan maken. Eigenlijk zoiets als dit, alleen nog iets anders. In de mainstage van Bibelo hebben we een tv-studio gebouwd. En hebben we uiteindelijk toch nog wat live muziek kunnen opnemen. Mooie registraties gemaakt. Ja. Maar wel heel anders dan dat was natuurlijk. Want zo'n hele grote zaal waar normaal gesproken 800 man in kunnen. Dat is dan ineens heel leeg. En dan ja, voelt heel gek of zo. Heel maar fijn. Op een gegeven moment ging het voor mij toch ook alweer een klein beetje wennen of zo. En dat is wel heel raar, zeker nu. Het is, omdat we er al best wel lang in zitten, is het soms wel eens heel raar om terug te denken naar gewoon mensen die allemaal dicht bij elkaar staan. En ja, dat vind ik best wel raar om te beseffen ofzo. Dus, maar ik denk dat het heus wel een keer teruggekomen, maar dat zal wel misschien wel even wennen zijn, maar ook wel weer op een positieve manier. Ja, want ik herinner me wel die jaarlijkse verjaardagen van de popcentrale. Ja. Mijn hemel! Ja. Dan liep je echt 3 lagen dik over elkaar heen. Ja, te gaaf. Feesten. Ja. Ja, en dat is wel. Dat is wel zonde. Dat gaan we dit jaar niet doen, logisch. Ja. Dat was altijd in november. Maar dat was inderdaad een moment waarbij alle muzikanten die iets met de postdata te maken hebben, ook in de oefenruimtes gingen spelen voor elkaar. En dat iedereen bij elkaar kon kijken. En dat was echt het moment dat het een soort van draaikolk werd van muziek, alles door elkaar heen. Allemaal genres en verschillende leeftijden ook door elkaar heen. En dat heb je nu even niet, maar... Maar hou je wel de op een of andere manier contact of binding met dat netwerk van al die bandjes? Er wordt ondertussen wel weer mondjesmaat gerepeteerd, ja. Toch? Ja, vanaf begin juni of zo mochten we de oefenruimtes weer opengooien, ja. Binnen alle maatregelen. En dus hebben we wat bands die normaal gesproken groter zijn, die in de grote oefenruimtes repeteren. Bijvoorbeeld in de zaal gezet of in de grote theaterzaal. Of zo een beetje tot die afstand te kunnen bewaren. Dus daar hebben we eigenlijk best wel snel op ingespeeld. En zijn er best wel veel mensen gewoon weer aan de slag gegaan. Ja. Maar het echt live spelen gebeurt nog niet zo heel veel. Ik merk wel dat heel veel muzikanten gewoon zelf nu muziek aan het schrijven zijn. Ook misschien een beetje in de oefenruimtes aan het schrijven zijn. En als ik naar mezelf kijk, ben ik ook heel veel muziek thuis aan het produceren. Gewoon in een studiootje. Want Alisa gaf net aan, die is echt gewoon van slag. Toch? Ja, dat kan ik me heel goed begrijpen. Zeker als je werk moet verdienen met echt het muziek maken. Ik zit er nog in een andere kant van de muziek, maar ik kan me heel goed voorstellen dat jij... Maar het is niet alleen geld, hè? Muzici die zeggen altijd het is hun identiteit. Ja. De muzikant. Maar er waren ook hele vreemde situaties. Bijvoorbeeld met dat lesgeven. Via Skype bijvoorbeeld. En dan had je hele gekke verbindingen. Of 's avonds werkt het niet. Omdat iedereen opeens aan het bellen was. Denk ik, vermoed ik. Dat de verbinding... Ja, dus, maar ook bijvoorbeeld met leerorkest. Konden die leerlingen dus niet hun instrumenten op school hebben. Dus dan moesten we het helemaal gaan improviseren. Van hoe gaan we nou vioolles of dwarsfluitles of al die instrumenten. Via een verbinding. Digitaal, ja. Hoe ga je dat doen?
een schriftelijke cursus voor je zwemdiploma, zou ik maar zeggen. Ja, ja, dus het, nou ja, we zijn creatief, maar er zijn gewoon dingen die echt heel moeilijk... ja. En zijn daar lichtpuntjes, zijn er oplossingen voor jou nu al, waar je ja, in ieder geval naartoe kunt werken? Nou ja, we zijn in geval... Ja, we weer niet voor het publiek kunnen gaan, dan moeten natuurlijk de live opname kwaliteit moet beter worden. We moeten sponsors zoeken. En in deze tijd, wie gaat welke stichting of gaat die dat risico nemen? Ja. We lopen tegen heel veel problemen aan. Ja, zouden bijvoorbeeld ook de popwereld en de klassieke wereld elkaar hier kunnen helpen? Ja, ik noem net bijvoorbeeld opnamefaciliteit of gewoon podia. Jullie doen het zelf voor popbandjes, ja. Die registreren jullie. Mm-hmm. Kan er ook een strijkorkest komen staan? Ik noem maar wat. Ja, de functies zijn natuurlijk wel verdeeld, denk ik, voor klassieke muziek. Wij zijn voor lichte muziek. Maar je kunt natuurlijk wel crossovers maken. Ik merk wel dat veel mensen die nu iets van live muziek willen zien, dat is dan toch meer luistermuziek inderdaad. Omdat je kan nu niet een grote party geven en dat iedereen daar met elkaar staat te hossen. Maar je kan wel iets meer de diepte in. Maar ik snap wel dat het... er komen ook gewoon heel veel kosten bij kijken bij zo'n situatie. Dat er gewoon veel minder mensen in de zaal kunnen komen. Ja. Ja, je hebt een soort 30-30 regeling, geloof ik. Hm. Dus 30 muzici mogen op podium, 30 in. Maar hoe ga je die 30 betalen inderdaad? Ja, ja. Hoe moeten die 30 mensen doen? Ja. Precies. Ja. Dat zie ik af en toe wel eens voorbij komen op YouTube. Dat mensen allemaal met die thuisopnames beginnen. Hier in Dordrecht grossiert bijvoorbeeld ene Maarten Tekens daarin. Dat komt elke dag wel met een of ander filmpje. Dat deed ik trouwens ook al voor de coronacrisis. Geweldig is dat. En dat er schijnt een systeem te zijn waarbij muzikanten gewoon digitaal dingen uitleveren. En dat doe jij ook? Dat doe ik ook inderdaad. Leg uit, hoe werkt dat? Nou, dat is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk, maar je moet wel even wat aanschaffen. Dus de muziekzaken die lopen binnen op het moment. Maar ik heb een vriendje, je kent hem ook, Frans Kromheeg. Die zit hele dagen met een programma zit die muziek op te nemen. En die stuurt mij regelmatig een nummer. En dan zegt hij, Tom, kan je hier een hemmetje op spelen? Of heb jij ideeën over? En dan heb ik dus hetzelfde programma thuis. En dan speel ik een hemmeltje in. En eventueel andere ideeën of zo. En dan stuur ik het terug. En zo gaan we heen en weer. En kan jij deze mix beter? Of hij doet het meestal zelf beter. Want hij is er best wel geknijst in. Maar ja, zo zijn we dus bezig. En hou je ook bezig. Het inspireert wel. Het maakt dat je dingen moet verzinnen. Want het is allemaal nieuwe muziek. En, maar is dat met alle respect bezigheidstherapie of heb je echt het idee van dit levert mij wat op of ik leer hier iets van? Ik leer daar zeker iets van. Het levert je leert eigenlijk een beetje minimaliseren als je zelf op gaat nemen. Want je hoort dat je al snel heel veel te veel doet bijvoorbeeld, dat leer ik. Je leert strakker spelen, want een foutje dat hoor je daar op zeker, hè. Kijk, als ik live speel, dan kan je aardig wat wegmoffelen. Dat hebben muzikanten in de gaten, maar heel veel anderen niet. Maar dat kan in de studio niet. Dus je leert wel strakker spelen, dus je leert wel degelijk wat. Ja. Ik denk dat het voor heel veel muzikanten deze periode echt een moment is om te ontwikkelen. Want je kan er misschien nu niet even op het podium staan, maar je kan wel heel veel dingen thuis ontwikkelen of in de repetitieruimtes. En ook bijvoorbeeld als ik naar mijn band kijk, we hebben dan iets geleerd van een andere producer. Nick Jongejan, die zit met zijn studio in Zwijndrecht en die heeft een aantal video's gedeeld van ja, je kan ook met een bepaalde plugin in een bepaalde software kun je ook gewoon tegelijkertijd luisteren naar wat mensen aan het produceren zijn. Dan kan de rest van mijn band in principe gewoon thuis zitten en die kunnen gewoon meekijken via Skype en precies luisteren wat ik aan het maken ben. Ja, dus zo ben je ook wel weer creatief allemaal dingen aan het opzoeken en gewoon, je leert er best wel veel van inderdaad, omdat je er nu ook even de tijd voor hebt. Ja. Dan kom je weer sterker uit, als het uiteindelijk weer mag. Voor die uitwisseling ben ik wat te traag waarschijnlijk. Maar het is heel simpel, ik kan het aan je uitleggen. Ja. Dus dat moet je inderdaad een keer induiken en dat leren. En dan in het eerste uur hoorden wij ook dat corona, hoe verschrikkelijk vervelend ook, tegelijkertijd ook een inspiratiebron kan zijn. En dan kijk vooral ook...
Ja, maar ik wil wel een sterretje uiteindelijk aan dat, op dat donkere schilderijtje hebben, zo meteen van jou ook. Nou, je straalt wel, maar je was net toch dat ik denk van nou, je zit er gewoon mee. De samenwerking via de digitale weg vinden met andere muzikanten. Werkt dat voor jou? Ja, je zei net dat het is technisch moeilijk. We werken met akoestische instrumenten, dus ja. Ja, dat is hem niet. Het is echt in live samen de muziek beleven. Dus, maar dat kan. Ik bedoel, zoals ik zei, ik ging gewoon wel door met de concerten. Het werden alleen af en toe live opnames. Je hebt natuurlijk, als je een orkest hebt van 30 mensen, die moeten met z'n 30 thuis gaan zitten en allemaal apparatuur aanschaffen. Dus dat is ook zo. Je moet zo'n ding die je microfoon opneemt, ik kan er niet op komen, maar. Nee, maar ik bedoelde net, we hadden net een theatergezelschap, bestaat uit 12 man, hebben een heel klein theatertje, kunnen niet met 12 man op een podium. Tegelijkertijd is er een energiehuis met een heel groot podium. En kun je tot een uitwisseling komen, kan zo'n groep eens daar repeteren of daar samenkomen. In ieder geval om ook de contacten te onderhouden. Nou, dat gebeurt ook hoor. Wij doen nu bijvoorbeeld in de mainstage van Bibelo, hebben nu op elke dinsdagavond een koor repeteren, wat normaal gesproken in een hele kleine oefenruimte repeteert. Omdat al die mensen moeten natuurlijk gewoon best wel veel afstand houden. Dus daar, we zijn er wel zeg maar nu van de faciliteiten gebruik aan het maken waar dat kan. Ja, maar ook betreft koren bijvoorbeeld. Ik weet dat het kan met 1,5 meter, maar je bent een geheel en je zingt met je buurvrouw of buurman of wat dan ook. Je hebt die dirigent, je hebt de contact nodig. Dus ja. Maar dat kan toch ook nog steeds wel met 1,5 meter afstand? Het kan, maar. Nee, ik begrijp het. En uiteindelijk kan. En uiteindelijk, want Ton zit hier wel met bravoure te vertellen van ik zit die leuke diep, maar hij wil gewoon op een podium ook staan met de dampende massa voor hem. Ja, toch? Ja, natuurlijk. Ik bedoel, en jij ook. Dan is je enorm. Dat lukt nu even niet. Nee. Ja. Tenminste, er komen kleine lichtpuntjes wel. Ik bedoel, Doren is inderdaad bezig met samenwerken met DES om weer wat bandjes neer te zetten. Ja. En daar mag ik ook aan meedoen aankomend weekend. Dus dat zijn maar lichtpuntjes, maar dan heel voorzichtig. En net wat jullie doen, hè. Het moet een beetje in de kalmte blijven. Ja. Ik weet niet of ons dat gaat lukken, maar. Sorry? Ik weet niet of het ons gaat lukken om kalm te blijven. Ik raak ook altijd wel opgewonden achter mijn hemmeltje. Hè? Ja. Weet jij, maar. Zometeen, Gerard gaat zo meteen een liedje spelen voor ons. Dat ga ik hem vragen. Ik weet niet of hij het echt gaat doen. Maar ik wil zo meteen eens hebben over dat idee. Dat er wordt op dit moment zoveel door iedereen geproduceerd thuis. Dat levert een gigantische badkuip op. Of stuwmeer. Ja, ik heb het woord al vaker gebruikt. Die luiken gaan op een gegeven moment open. Dat komt er allemaal uit. En dat moet ergens een plek krijgen. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Of moet gaan. Ga ik. Denk dat als je aan mij denkt, dat ik dan aan jou denk. En ik denk dat je vaak aan me denkt, want ik denk vaak aan jou. Als ik brood uit de vriezer haal, koffie zet, koffie drink, brood smeer en eet de koppen van de krant snel, denk ik aan jou. Ik denk dat als je aan mij denkt, dat ik dan aan jou denk. En ik denk dat je vaak aan me denkt, want ik denk vaak aan jou. Als ik in de file sta of 140 kilometer per uur, mijn handen van de stuur, een checkie draait, sms, je favoriete cd'tje zoekt en draait, denk ik aan jou. Denk dat als je aan mij denkt, dat ik dan aan jou denk. En ik denk dat je vaak aan me denkt, want ik denk vaak aan jou. Als jij 's nachts wakker ligt, komt het dan omdat je denkt aan mij.
Als ik s'nachts wakker licht, komt het aan omdat je denkt aan mij. Want ik denk aan jou. Ik denk dat als je aan mij denkt, dat ik dan aan jou denk. En ik denk, 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 denk vaak aan jou. Moet ik weer terugkomen, Ben? Het Stuwmeer. Nou is natuurlijk in klassieke muziek, voor alles wat er in de afgelopen eeuwen is geschreven aan klassieke muziek, door grote en kleine namen, ook een stuwmeer. Toch? Een wat? Sorry. Een stuwmeer. Stuwmeer. Hoe kom je überhaupt tot een repertoirekeuze in al het materiaal wat er door de eeuwen heen is geschreven? Dat vraag ik me ook altijd af. Even een tussen... Het komt gewoon in me op wat ik wil doen... Probeer ik te spelen, ja. Te zingen. Ben je nu al met je gedachten, je weet het is nu moeilijk, al met je gedachten beter, ooit komt die dag. Dan mag het weer en dan wil ik die kant op, wil ik dit soort dingen gaan doen. Heb je dat al? Ja, ik heb altijd doelen natuurlijk. Grote Vertel. En kleine. Ja. Nee, dat zijn mijn geheim. Oké, geheim. Nee, ik moet ze kunnen realiseren voordat ik ze vertel. En ik weet niet of ik ze nu kan realiseren, snap je? Oké, hè? Word je nu ook nieuwsgierig? Ik word nou heel nieuwsgierig. Begint het met een M? maar dat is wat ik eerder noemde over... je had ook in het vorige uur over... Nou, over zoveel maanden of als het weer gaat... Ja, maar we weten dat niet. Nee. Is dat één? Het ging naar 100 mensen in juli en nu is het weer 30. Ja. Wordt het ooit weer normaal? Ik voor mezelf ga het gewoon weer normaal maken, ja. 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 Er is geen nieuw normaal, nee. Voor mij niet in elk geval. Nee, maar je geeft ook les. Dat doe je thuis of op een school? Ja. Ik ging vanaf maart dus gewoon volledig vanuit huis les geven. En de scholen die gingen dus ook voor het leerorkest, ja. Digitaal. Want dat kan wel met een zekere afstand soms toch ook in het echt, fysiek toch, of niet? Nou, nee, ik noemde al dat met leerorkest wel lastig is. Dat is met het leerorkest... Dat Gelukkig is, ja. Start het weer op, maar dan is er nu wel zoeken natuurlijk... Voor, ja, nu met de mondkapjes en al dat gedoe ook weer. Verder, ik wacht nog af van hoe dat verder weer zal opstarten. Maar, ja. Ja, toch begon je te stralen toen je het over je geheim had. Dus het komt wel, het komt wel goed. Alleen je wil het ons nog niet vertellen. Nee, ik iets met de Elisabethsvloed of zo? Ik weet het niet. Jij hebt ondertussen... Ja, een tipje aan te komen, hoor. Ga het vertellen. Ton, jij hebt samen met die Frans Kromrijk die je net noemde... en ook met anderen dus kennelijk allerlei materiaal de laatste tijd gemaakt. Betekent dat ook dat je daar op een gegeven moment ook nog een keer mee komt? Live of zo, noem maar wat. Nou, ik vermoed van niet eerlijk gezegd... Want we hebben er vrouwen veel lol om en plezier mee. En soms is het hartstikke goed... Maar uitbrengen, je kent Frans, die is zo creatief, die springt van hak op de tak. Morgen is hij aan het schilderen en overmorgen maakt hij weer muziek. En dan staat hij weer een muur te schilderen in de stad. Dus die heeft niet, wat dat betreft niet zo'n lange spanningsboog, denk ik. Nee. Hij is wel heel goed. Ja. Ik ben wat minder creatief, maar wel van het invullen van de dingen. Dus dat... Ik vroeg dat aan de directeur van de Willem straks. Op een gegeven moment staat iedereen in de startblokken. Stijf van de adrenaline, of hoe heet dat? Moeten willen. Maar ja, dat moet dan wel in de bestaande kanalen worden gedaan. Dus uiteindelijk moet iemand ook weer op zijn beurt wachten. Jouw bandje bijvoorbeeld. Er zijn honderden bandjes die nu allemaal graag als eerste van start willen. Misschien wel 1000. Ja. Dat is lastig. Ik denk dat
Ik zit in het amateurscircuit, wel een beetje uit de hand gelopen, dat kan ik wel vertellen. Maar ik kan me voorstellen dat eerst langzaam toch de professionele jongens die hun geld moeten verdienen en ook wat hoger niveau hebben, dat die daar wat meer vooraan in de rij staan. En, ja. Hopelijk komen dan de kroegen en de kleine zalen, dat daar ook weer wat ruimte komt. En dan komen wij waarschijnlijk weer aan de beurt. Ja. Dat is het een beetje. En dat is dus een vraag aan de programmeur van Bibelo. Ja. Ja, hoe gaan jullie dat doen? Want ik bedoel, al die artiesten die nu zo langs de kant hebben gestaan, die willen allemaal tegelijkertijd als eerste dat podium van Bibelo op. Ja. Oeps. Ja, ik denk eigenlijk wat ik net zei, als muzikant moet je deze periode aangrijpen om jezelf te ontwikkelen. En met gewoon een heel goed product uiteindelijk uit de crisis te komen. Want eerlijk gezegd, heel veel goede muziek komt ook uit een soort van tijd van weemoed of heartbreaks of zo. Maar een crisistijd kan ook juist heel vatbaar zijn voor gewoon hele mooie creatieve uitingen. Dus ik denk dat je als artiest daar gewoon heel hard voor moet inzetten. Gewoon iets tofs maken. En dan wordt dat vanzelf wel gezien. En misschien wordt hierdoor dan misschien het niveau wel gewoon een stukje hoger. Dat zou kunnen. Dat je gewoon straks gewoon hele goede artiesten de ruimte kunt geven om op het podium te staan. Maar waar ik ook wel echt altijd voor ben, en daar ben ik eigenlijk ook voor aangenomen bij Bibelo. En daar kom ik vanuit de popstralen. Dus om gewoon het lokale talent de ruimte te geven. En dat zal sowieso blijven gebeuren. Ik werk sowieso met heel veel lokale partners. Mensen die echt in de scene zitten. En dat zit ik zelf ook. Dus ik denk dat sowieso altijd wel de ruimte zal krijgen. Want dat is ook gewoon iets wat binding houdt met de stad. En waar het podium ook voor is. Waar we ervoor zijn. Ja, dat vind ik een belangrijke opmerking die je maakt. De Willem, de directeur, die suggereerde van ja, het kaf wordt van het koren gescheiden. Er gaan artiesten vallen, podiumkunstenaars vallen. Ja, die worden dan in de toekomst gewoon niet meer geprogrammeerd. Ja. Jij zegt hiervan, maar ik ga pal staan voor die, in ieder geval die lokale bands, ja. dat niet gebeurt. Ja, zeker weten. Ik vind dat super belangrijk, want dat is gewoon een nieuwe aanwas. Er zijn ook wel veel gevestigde artiesten die een groot gedeelte van de markt misschien domineren. En kan ook wel eens gewoon te veel zijn. Zeg maar. Dus ik vind het ook belangrijk dat er nieuw talent blijft komen en nieuwe aanwas is die op een gegeven moment op een hoog niveau die positie kunnen nemen. Dus soms is het kaf van het koren scheiden ook niet zo heel gek, denk ik, daarin. Ja, ik moest aan de eerste maanden van de corona denken aan al die talkshows, even Jinek en consorten, waar elke dag Candy Dulfer weer zat met haar saxofoon. Ja. Ik denk, alsjeblieft, er zijn er meer. Ja. Dat is maar. Goed. Je hoort het, de lokale bandjes. We komen eraan, toch? Ja, toch? Ja. Ondertussen, dat is nog iets anders. Er verdwijnen ook podia. Ik noem maar één. Arena, Café Arena, toch de plek voor echte hobbyisten om daar eens lekker met een instrument uit het pannetje te gaan. Dat verdwijnt, of is verdwenen. Dat zal wel voor meer clubs gelden, want we hebben het nu met name over artiesten. Ik wil het niet zoveel over exploitanten hebben. Er is één uitzondering op en die zit daar en dat komt zo meteen aan de beurt. Met name vanuit de beleving van muzikanten. Maar exploitanten hebben het natuurlijk ook heel moeilijk. Dus zaalverhuurders, mensen die gewoon. Dus er komen misschien in de toekomst ook wel minder plekken om te kunnen spelen. Daar ziet het wel naar uit natuurlijk. Dat je hebt. Je hebt minder plekken, maar ook vooral minder nieuwe plekken ook. Normaal is dat een soort groeiproces, dat komt naar mijn bedenk ik me nu. En die nieuwe plekken komen er nu niet bij, omdat het geen haalbare kaart is. Dat mis je voorlopig, denk ik. Ja, nou ben je zelf, zij het indirect betrokken bij de Dordtse Jazz Sociëteit, vanwege die jam sessies. Heb je enig zicht van hoe het daar nu mee gaat? Ja, dat loopt dus dramatisch natuurlijk. Hij is al dicht vanaf maart. Ik heb in de tussentijd nog wel eens geopperd van, joh, laten we een soort try-out doen om te proberen of we wat op gang kunnen krijgen in de jazz sociëteit. Maar het is gewoon te klein. Je kan, als je met een bandje gaat spelen, dan kan je misschien 10 man publiek hebben. En dan moet het nog geregeld worden met toilet en dergelijke. Het is te klein om daar fysiek om te gaan. Wat ze nu wel doen, is een soort samenwerking met Door. Hè? En die hebben dus een ruimte met 30 zitplaatsen, corona-bestendig.
En daar proberen ze langzaam weer mee op gang te komen. En hopelijk groeit het door naar andere dingen. Ja. En ik geloof dat ze ook met Bibelo bezig zijn, ja, met dingen. En daar weet ik wat minder van. Maar ik heb dat zijdelings wel gehoord. Dus dat, laten we hopen dat dat wat oplevert. En misschien wordt het zelfs wel mooi als, ook in de toekomst. Ja. Als alles weer mag. Als alles weer mag. Ik wil gewoon positief afsluiten. Dan heb ik dit gesprek. En daar ga ik jullie nu al bij voorbaat voor danken. Maar is dat als het weer wordt als normaal, komen we er beter uit, uiteindelijk. Met meer inspiratie. Misschien inderdaad met het scheiden van de kaf en koren. Zou kunnen. Rijker. Ik weet niet of het per se beter is, maar wel heel anders. En dat is gewoon misschien wel een ervaring die iedereen heeft meegemaakt. Ja. En je moet het gewoon weer oppakken zodra het allemaal weer kan, denk ik. En de wereld zal misschien een klein beetje veranderd zijn. Maar ik denk dat het bijvoorbeeld al een mooie tijdje terug een andere uitzending van Vier Culturen zei. Jolle, een geluidsman die hier heel vaak is. Die zei van eigenlijk doen we met z'n allen een soort van stap terug in de tijd. Of zo lijkt het misschien. Als we hier terug uitkomen. Dan moeten we allemaal gewoon weer even opnieuw gaan opbouwen. En ik denk dat dat het gewoon is. Dus dat maak je misschien ook wel weer een beetje sterker. Want je hebt allemaal zo'n tegenslag of zo ervaren. Maar als je het uiteindelijk kan overleven. En er zijn altijd wel weer mogelijkheden om nieuwe dingen te gaan doen. Denk ik dat je er inderdaad wel sterker uit kan komen. Ja. En als het weer mag. Hoe groot is dat feest dan? De volgende Big Rivers. Oh mijn hemel. Die weer gewoon gevierd kan worden. Of de Pink Pop of de Lowlands. Ja. Het wordt een gigantische feest. En nog even afgezien van het feit dat we dan en Dordrecht 801 jaar moeten vieren. En 600 jaar Elisabethvloed. En nou, En Big Rivers. Ik denk dat het gewoon allemaal gewoon in zijn gang gaat. Ik doe me denken aan de millenniumwisseling, bij wijze van spreken. Van tevoren ben je allemaal een beetje opgewonden. En nou gaat het gebeuren. De computers gaan stil, weet ik veel. En het gebeurt. En eigenlijk draait alles gewoon door. Gaan we verder met het leven. En er was eigenlijk niks bijzonders aan de hand. Ja. Weet je wel? Ik geloof dat ik in andere jaarwisselingen wel wat meer gefeest heb dan in die millenniumnacht. Ja. Dus en het allergrootste hoogtepunt van volgend jaar, als het allemaal achter de rug is, ken ik al. Het is het onthullen van het geheim van Elise van Dijk. Wat gaat zij doen? Een heleboel dingen. Ik wil het hierbij laten, jongens, wat dit betreft. Ontzettend bedankt dat jullie gewoon je eigen zielenroers hier hebben willen delen. Dank je. Ik wens iedereen in deze beperkte mogelijkheden die we hebben, in ieder geval zoveel mogelijk ruimte voor zichzelf om door te blijven ontwikkelen. En dat het allemaal snel over mag zijn en we weer gewoon aan het plafond kunnen hangen met snel. En meer, hè? Bedankt. In het najaar, als neerslag de meeste dagen vult, zoals op dit moment. In de herfst, als het licht tekort schiet en niets meer verhult, naakt als je bent. Het waait alsmaar harder. Het duistert veel eerder. De nachten zijn langer beneveld en eender. Tot de stilte ten slotte het hele lichaam vult. In het najaar, als een schaduw door neonlicht omhult, voorbijgaat in de nacht. Als adem op hartslag op warmte wacht. Het waait alsmaar harder. Het raakt beneveld. En toch, de dagen worden ook weer langer. De nevel steeds ijler. En met de ramen wijd open waait de wind in je kamer. Een adem met diepte die de lange leegte vult. Heb gewoon geduld. En over geduld gesproken. Op 21 februari werd mijn zoon 25 jaar. En wat had ik hem beloofd? Dat moet elke keer als hij jarig is, eens in de twee jaar om precies te zijn. Dan beloof ik dat we samen naar de film zullen gaan. James Bond, met de nieuwe film Not the Time to Die. Maar wat bleek, het was nu juist wel de tijd waarin mensen doodgingen. En de film kwam niet, werd uitgesteld. En hij zou in de movies komen. En ik ga me vragen aan de directeur van de movies, de man die dat prachtige bioscoop heeft gebouwd, van wanneer die film eindelijk komt. Geert Versteeg.
Wanneer komt James Bond? Pak maar een microfoon. Ja, je staat daar zo. Neem me niet kwalijk, ik verras je nogal. Wanneer komt hij nu? Ja. Goedenavond. Ja, ik zag je daar staan. Ik denk, ik vraag het je gelijk. Ik zit er al 9 maanden op te wachten ondertussen. Nou ja, we hadden ons verheugd op november, maar helaas, het wordt april 21. April 21. Die, hoe heet die ook weer? Not the time to die. Hoe is het afgelopen maanden verlopen? Want ik bedoel, er is zo verschrikkelijk. Aanvankelijk waren jullie gewoon dicht. Ja. Net als alles. Ja. Dat is een gigantische klap. Dan loop je daar een beetje verweest door je eigen bioscoop heen, kan me voorstellen. Ja, we hebben goed schoongemaakt en opgeruimd en wat andere klussen. Maar ja, daar ben je er niet voor. Je wil gewoon mooie filmprogramma's aan de bevolking hier in de regio verschaffen. En dat doen we ook wel weer sinds 1 juni, maar natuurlijk in bescheiden mate. Ja. En dat betekent dat je eigenlijk net zo hard of soms nog wel harder moet werken voor een veel geringere hoeveelheid mensen. En we doen het graag, maar de eerlijkheid gebied te zeggen dat je er af en toe ook wel chagrijnig van wordt. Ja. Ja. En jij als exploitant van een bioscoop natuurlijk, chagrijnig, ja. Publiek wordt chagrijnig, ja. Die wil gewoon naar de film. Mooi. Producenten van films, chagrijnig. Ja, acteurs, dus scenario schrijvers, chagrijnig. Ja, in dat opzicht zit iedereen inderdaad wel in een soort stilstand en op zoek naar hoe kunnen we er weer uitkomen. Nou, gelukkig is het zo dat er best een groep mensen, een flinke groep mensen is, die zich toch het plezier van goede films kijken niet laten ontnemen. Die komen. We hebben natuurlijk ook alles in het werk gesteld om dat veilig en plezierig te blijven doen. En ik denk dat dat goed gelukt is. We krijgen daar veel complimenten over. Maar er is ook nog steeds heel veel aarzeling bij het publiek om die stap weer te gaan maken. Dus het zit nog niet, het zit nog vast. Het is nog niet los. Mensen zijn er nog niet relaxed over. We hadden zo'n momentje deze zomer met ons openluchtfilmprogramma, waar je in de buitenlucht zit. Nou, en net als ook bijvoorbeeld het muziekprogramma in de museumtuin. Dat was in no time uitverkocht, dus daar gaat het wel. Daar is wel een losheid, daar is wel een plezier. Maar om dat binnen op te zoeken, nee, dat is toch nog voor heel veel mensen een stap te ver. Ja. Het ook zo, dat je natuurlijk je programmeert, als je normaal programmeerde in het verleden, toen alles nog normaal was. Mm-hmm. Toen, ik zei al, corona nog gewoon een Mexicaans biertje was. Toen, ja, dan heb je contacten met leveranciers van films. Hoe noem je zulke mensen? Ja, dat zijn normale contacten, een netwerk. Je zoekt, je zet het op in het programma. Dat valt dan op een gegeven moment weg. Dan moet je een keuze gaan maken van hoe doe je dat dan? Het moet allemaal minder. Ja, wat neem je dan wel, wat neem je niet? En straks, over een paar maanden, dan is er een enorme grote, ook weer een stuw meer aan films. Ja, wij hebben in dat opzicht denk ik wel relatief een voordeel dat het segment waar wij het meest van houden, de arthouse cinema, heeft niet zo heel veel globale, dus worldwide releases. En dat betekent dat al die grote releases die de hele wereld nodig hebben om hun budgetten terug te verdienen, dat zijn allemaal de films die opgeschoven worden. Het wat kleinere filmwerk uit allerlei diverse landen, ja, daar ligt er A nog heel veel van op de plank. Dus daar kun je toch nog wel in blijven kiezen. En bovendien, die worden niet zo gauw achtergehouden of teruggetrokken. Op het moment dat daar maar een, laten we zeggen in Nederland, een potentieel van 50 of 100.000 bezoekers voor is. Ja. Dus ons segment heeft in dat opzicht aan aanbod nog geen tekort gehad. Wel moeten we ook altijd een paar films hebben om aan te kunnen verdienen en die ontbreken. Dus dat probleem is er wel, maar dat is meer een economisch probleem dan een aanbodprobleem. Ja. Dan zijn we natuurlijk heel erg benieuwd naar welke grote films het gaan overleven als de kraan weer helemaal open gaat. En, ja, en hebben mensen, ja, dat is iets anders, dat zie je ook op de televisie, dat
formats veranderen, omdat er op een andere manier met elkaar wordt omgegaan. Zie je ook al in film zoiets ontstaan van de films uit coronatijd? Ik denk dat corona niet zozeer, tenminste ik zie nog niet echt hele nieuwe ontwikkelingen, maar je ziet wel dat corona een paar ontwikkelingen die al gaande zijn, accelereert. En een van die ontwikkelingen is denk ik dat wij merken dat we heel veel vraag krijgen naar mensen die, ik noem het maar even, in hun eigen bubbel, met hun eigen groepje, een avond uit in de bioscoop willen organiseren. En dat kan best met een van de films die er draait, maar ze hebben ook wel vaak een voorkeur voor een bepaalde film die ze nog eens een keer graag zouden willen zien, of die ze gemist hebben, of waar toevallig een thema bij aansluit. En ik denk dat die ontwikkeling wel doorzet. Dat de cultuurconsument, dus de filmconsument in dit geval, ook een beetje de filmprogrammeur of de filmproducent gaat worden. En dat is niet nieuw, maar dat is wel. Dat je ziet dat nu heel erg. Door ook nu redeneringen als veilig en met elkaar en niet bij vreemde mensen hoeven zitten. Enfin, dat soort dingen die hebben, worden nu heel erg op social distancing gedreven. Maar binnen je eigen bubbel mag het nog wel. Nou, die bubbels gaan dus meer, denk ik, de bioscopen bevolken. En dan nog, tot slot gaat zometeen Gerard ons uitluiden met een, ik hoop, een heel optimistisch liedje, maar toch nog een vraag. Dat zijn geluiden die ik zowel bij de toneel hoorde als ook bij de muzikanten. Eigenlijk ruimte voor nieuwe podia zijn ze aan het zoeken. Een bioscoop. Eerst een singer-songwriter of iemand op een Hammond-orgel, lekker spelen, daarna een filmpje. Nou, en na afloop een sketch van improvisatietheater. Ja. Ik heb inmiddels een paar avonden staan de komende maanden waarin muziek mijn zalen vult en niet film. Omdat inderdaad er een aantal mensen zijn die zeggen we kunnen nergens terecht voor ons gevoel en we denken dat ons programma in jouw zaal best past. Nou, om geen valse verwachtingen te wekken, het is niet zo dat ik op ga schuiven naar een soort gemengde functie. Maar ik vind het wel leuk om ook voor mezelf uit te vinden of je wat muzikale dingen, daar gaat het om, die wel verbinding maken met film. Of je daar bij wijze van spreken nieuw aanbod zou kunnen aanboren. Dus een paar experimenten ga ik graag aan. Nou, dat lijkt me verschrikkelijk goed nieuws voor iedereen. Gerard. Ja, in het verleden, in de bioscopen, in de jaren 30, 40, zat er ook altijd een pianist of was er een goochelaar. Of als variaté en film was ook altijd gecombineerd met elkaar. Dat lijkt mij ook wel heel erg. Ja, maar die pianist moest altijd dichtspelen wat gebrek aan dialoog opleverde. Dus, ja. En daar gaan we niet meer naar terug, ben ik bang. Ja. Oké, en Geert. Geert, hartstikke bedankt. Alsjeblieft. Wij gaan met z'n allen massaal naar de bioscoop als het massaal kan. En in kleine groepjes, zolang het klein moet blijven. Massaal is een relatief begrip op dit moment, maar er is heel veel ruimte om met 40, 50, 60 mensen in één zaal te kunnen vertoeven. Veilig en toch heel plezierig. Gaan we allemaal doen. Gerard, bedankt. Gerard. Weet je zeker wat je wil? Sta je stevig, sta je stil? Weet je waar je staat voor je het betreden pad verlaten? Als je niet weet wat te doen? Overleden, dat was toen. Je hebt een veilig voet gebouwd en dat is vertrouwd. Bang voor wat je nog niet kent. Overleden, sorry, ik ben hem kwijt. Bang voor wat je nog niet kent, daar raak je naar gewend. Angst niet baat, maar schaadt en dat het niet vanzelf gaat. De liefde deed soms pijn, zodat we op ons hoede zijn. Maar zijn dat vlinders in mijn buik en maar de liefjes dat ik ruik. Wiebel, 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 wiebel mee met de wind en met de zee. Wiebel buiken, wiebel benen, wiebel kruin tot wiebel tenen. Wiebel dicht tegen me aan, een wiebel lach, een wiebel traan. Wiebel jij en wiebel mij, maakt ons wiebel mij. En in een wankel evenwicht, mijn attitude verliest gewicht. Die twijfel zet me hersens aan, het is de weg die ik wil gaan. Het is een wereld van verschil. Want waar een weg is, is een wil. Met beide benen op de grond, mijn platte wereld is weer rond. Ik jou zo snel dit kennen.
dat voelt nog prillen even wennen. Maar je vroeg me om een zoen, ik dacht niet denk maar doen. Wiebel, 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 wiebel mee met de wind en met de zee. Wiebel buiken, wiebel benen, wiebel kruin tot wiebel tenen. Wiebel dicht tegen me aan, een wiebel lach, een wiebel traan. Wiebel jij en wiebel mij, maak ons wiebel wij. Als een vlot op de rivier en de zee zegt kom maar hier. Wiebel op de golven mee en de rivier brengt ons naar zee op het strand. Hand in hand wint het gevoel van het verstand. Een wiebelman, een wiebelvrouw, jij wiebel mij, ik wiebel jou. Ach, wiebel mij naar het plafond, boven de wolken naar de zon. Wiebel mij 10 keer heen en weer en dan nog een keer. Oh, wiebel, 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 wiebel mee met de wind en met de zee. Wiebel buiken, wiebel benen, van wiebel kruin tot wiebel tenen. Wiebel dicht tegen me aan, een wiebel lach, een wiebel traan. Wiebel jij en wiebel mij, maak ons wiebel wij. En wiebelen mag, als we maar stevig staan. Dankjewel. Gerard. Ja. Fantastisch. Dankjewel. Dank. Ja, ja. Jij vindt je weg wel in deze tijden, dat heb ik al lang gezien. Ja, voor die fantastische liedjes. Alle gasten bedankt dat jullie je hart wilden laten spreken hier. En wilden praten over die donkere tijd in de cultuurwereld. Volgende week gewoon weer Vier Cultura op de donderdagavond. We luisteren hier live in de Biesboshal. Live ook in Barendrecht op de radio. Een tijdje later in Zwijndrecht en weer later in Dordrecht. Dit was Via Cultura. Over en uit.